In 2016 zijn er weer sociale verkiezingen. Een goede voorbereiding hiervan is voor elke werkgever belangrijk. HR-expert Jan van Akkoleijen praat er vandaag over met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom. 2016 lijkt nog een eeuwigheid ver. Maar toch, kan u misschien eens toelichten wat juist die procedure sociale verkiezingen inhoudt? Het doel van de sociale verkiezingen is om vertegenwoordigers aan te duiden binnen ondernemingen van een minimale grootte van 50 werknemers, binnen comité en 100 ondernemingsraad. Het zijn bijna parlementsverkiezingen op ondernemingsvlak. Waar moeten ondernemingen zich over bezinnen op dit ogenblik en in de volgende fase ter voorbereiding van die sociale verkiezingen? Het lijkt mij eerst en vooral cruciaal om uit te maken of men als onderneming überhaupt sociale verkiezingen zal moeten houden. Ik vind dat men niet kan maken dat u daardoor overvallen wordt. In tweede orde gaat u moeten nagaan als bedrijf, als wij effectief sociale verkiezingen moeten houden, is dat voor alle vestigingen tezamen of zullen bepaalde vestigingen een aparte ondernemingsraad of comité hebben. En natuurlijk, in laatste orde, moet men zich de vraag stellen, ja, wie kan zich hier kandidaat stellen? Is dat wat we wensen? Welke instrumenten heb je ter beschikking om in dat overleg te gaan? U moet eerst en vooral zelf uw strategie gaan bepalen. Ik denk dat dat cruciaal is, dat u zelf een duidelijk zicht hebt. Wat willen we in feite de komende 4 jaar? En dan moet u daarover het debat aangaan met de sociale partners in alle openheid. Ondertussen hebben we het arbeiders- en bediendenstatuut, of de eenmaking ervan, gekend. Hoe verwacht u dat zich dit zal weerspiegelen in de sociale verkiezingen van 2016? Moest men de situatie verder zetten zoals in het verleden, dan hebben we aparte kiescolleges voor bedienden en voor arbeiders. Nu zal men in feite moeten klare wijn schenken. Gaan we dit onderscheid behouden? Onderscheid dat vandaag de dag voor alle duidelijkheid nog altijd bestaat. Maar nu geeft men in feite een gouden opportuniteit om ook daar in feite naar eenmaking te gaan, eengemaakte structuren ook binnen de overlegorganen. Maar het valt toch te verwachten dat daar allerlei machten en invloeden zullen spelen, want binnen bepaalde vakorganisaties is men gehecht aan dat onderscheid, hoe raar het ook mogen klinken, in hun structuren tussen arbeiders en bedienden. Dankzij uw praktijkervaring bent u een uitstekend observator om eventueel een aantal concrete adviezen te geven aan de wetgever. Hebt u er een enkele daar? Ten eerste zou ik voorstellen dat die procedure wordt ingekort. Twee, dat men die administratieve mallenmolen gaat vereenvoudigen. En ten derde, dat men de lessen uit rechtspraak uit het verleden onmiddellijk gaat vertalen in de wet zelf. Drie heldere adviezen. Dank ervoor. En ook dank voor dit gesprek, meester Tieleman.